goed is, dan is onze gast van vandaag, die zit hier binnen bij de Hairshop. En je kunt er ook nog blijven eten en ontbijten. Bed and breakfast, Hairshop, nog nooit eerder gezien. Even kijken of ze binnen zit. Ja hoor. De haar wordt op het ogenblik gewassen. En wij gaan er verrassen. Ga je mee? En wij gaan die Jolanda, niet vermoedend, dan gaan wij eens proberen te verrassen. Christa, kijk een beetje uit. Au, er zit sop in mijn ogen. Wat ben je nou aan het doen? Wat doe je nou eigenlijk anders dan anders? Ik doe helemaal niks anders. Ik was altijd zo. Godverdamme! Je ligt nog steeds comfortabel. Ja, heerlijk. Ja. Maar ik denk dat Christa terug moet komen, want het gaat even niet goed. Jolanda. Wat hebben jullie gedaan dan? Helemaal niks. Dat een stukje bij. Straks dan kom ik even naast je zitten. Gezellig. Zo. Wat heb je gedaan? Heb je het afgeknipt? Nee. Ik wacht even. Je kijkt zo geheimzinnig. Even dit uitdoen, Jolanda. Wat leuk dat we jou hier treffen bij jouw vaste kapster. Ja, Angelique van de Heuvel. Jij zit elke week bij de kapster? Nou, niet elke week hoor. Of zo om de 3 weken dan even een bakkie doen. Of soms alleen maar een bakkie doen hoor. Voor de leut, want het is wat gezellig hier zo. Maar als je naar de kapster gaat, ja. Wat ga je dan om te knippen? De ene keer knippen, dan een keer een verfie en jij en lekker eten. Ja, wat dacht jij dan? Ja, jij niet hè? Je hebt echt die geweldige kleur van jezelf. Blond? Ik vind dat vind ik echt heel mooi. Ik vind het gedistingueerd. Gedistingueerd blond. Nou, als jij niet zou kleuren, wat voor kleur hadden we dan? Zouden we nu zien? Ik zou ook ontzettend gedistingueerd blond zijn. Nee, echt waar. Dus, ik ben op dit moment natuurlijk blond dan. Heel blond. Tegen het wit aan, zeg maar. Ja, echt. Ja. Nee, maar ik heb het ooit een keer geprobeerd. Maar grijze koepselij. Maar nee, dat was niet goed bevallen. Dus ik blijf het gewoon lekker verven. Je werd er oud van, vond je? Ja, vind ik wel. Maar sommige mensen die... jij hebt wel lichte ogen, lichte huid. Vind ik het mooi. Maar, nee, ik vond het niet mooi staan. Thank you.
landen bij de kapster. Hè? Daar worden altijd de diepste geheimen gedeeld. Is dat bij jou ook zo? Ja. Ja, nou ja, ik heb niet zo heel veel geheimen, dus dat scheelt. Je hoort natuurlijk wel eens het een en ander. Dat vind ik altijd wel echt gezellig. Wij hebben de blaadjes hier in ieder geval niet nodig. Nou, daar gaan we wel achter komen gedurende dit gesprek. Wat voor meisje was jij in je kinderjaren? Ik was redelijk aanwezig. Ik was denk ik ook wel een heel lief kind. Tenminste, wat ik altijd van mijn vader en moeder meekreeg. Maar wel eentje die wel met haar op de tanden. Ik beet altijd wel enorm van me af. Ik was altijd met muziek bezig. Eigenlijk al van, kind zelf aan. Echt, ja. Vanaf de tijd dat ik een jaar of 4 was en Push Your Mouth, dat was bij ons wel de hit, zeg maar. Met horens op schoot eigenlijk. Ja, dat is hetgeen wat, En in de lagere schoolperiode, achter de jongens aan of zaten de jongens achter jou aan? Nou, lagere school, moest ik helemaal niks van jongens hebben, hoor. Nee? Middelbare school? Ja, middelbare school weer wel. Toen begon het te veranderen? Ja, in de eerste, ja. Vanaf de eerste klas al in middelbare school? Ja, toen vond ik dat wel heel spannend. Ja. Als je wel eens vroeg aan mensen die er verstand van hebben, waarom scoort Yolanda nou nooit een echte vette, dikke hit? Ja. Ik ben ook redelijk eigenwijs, hè? Heeft dat daarmee te maken? Ik ben vrij eigenwijs en ik vind het leuk om dingen te doen die ik leuk vind om te doen. En ik
ben niet zo heel erg commercieel ingesteld. Dus ja, dat is ook weer een dingetje. En ja, eigen gereid zijn. Maar als ik je dan vertel, hè, dat vrouwen die naar jou kijken, met name op televisie, die zien daar wel een leuke zangeres met leuke liedjes, maar ook een beetje een gevaarlijke vrouw. Dat de reden zou kunnen zijn. Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig dat je dat zegt. Maar vaak is het zo, hè, dat als er een vrouw op het podium staat, dan komen niet de mannen naar voren toe. Weet je, want dat is not done. Het zijn vaak altijd de vrouwen die dan vooraan staan. En voor man is dat ook weer heel anders, hè. De mannen worden echt op het podium worden besprongen. En de mannen van diezelfde vrouwen, die staan een beetje gezellig aan de bar. Want het kan allemaal. Bij een vrouw is het toch anders. En mannen zijn, want dat gaat wel iets meer stiekem. Maar in de vrouwen die doen gewoon alles. Zie jij dat zo niet? Nee. Nee? Oh ja, ik ja. Nee, maar je ontwijkt eigenlijk toch een klein beetje de vraag. Want ik bedoel, ja. De reden waarvan die mensen die ik dan spreek, die er verstand van zouden moeten kunnen hebben, zeggen, ja, maar Jolanda Zomert is een beetje een gevaarlijke vrouw voor andere vrouwen. Het publiek op zich? Ja. Als zich, oké. Ja, nou ja, het is misschien ook gewoon dat mensen mij op persoonlijk vlak niet kennen en mensen die mij persoonlijk wel kennen. Maar de meeste mensen zullen je ook niet leren kennen, want dat is het gros van het kijkende publiek. Ja. En dan ben ik wel zo. Kijk, ik ben wie ik ben. En ik ben niet zo dat als mensen, en dat heb ik redelijk vaak meegemaakt, als een platenmaatschappij zegt van, nou, als je nou zo'n leuk lief bloemetjesjurkje aantrekt en je verft je haar blond, want dat maakt je wat zachter, en je doet er zo'n roze lippenstiftje op, weet je wel, dat soort dingen, dat doe ik niet aan mee, ik ben gewoon wie ik ben. Ja, nu verf je ze zwart. Ja, nou, so what, maar ik vind het leuk, ik hou ervan. Ja. Jij voelt je nog een macho, een echte Don Juan. Maar kijk eens in de spiegel, zeg mij wat zie je dan? Al je spieren die zijn weggehangen vellen. Dus wat wil je mij nog allemaal vertellen? Maar ik kom nu tot leven, zet mij niet op een stoel. Of snap je niet wat ik hiermee bedoel? Niet schelen hoe je doet, want ik leef mijn eigen leven en dat voelt zo goed. Het kan me niet schelen wat je denkt, het kan me niet schelen wat je zegt. Heb je kwabbels, dan is daar voor jou de deur. Daarom heb ik nu voor mezelf gekozen. Het leven gaat niet altijd over rozen. Het kan me niet schelen of je komt, het kan me niet schelen of je gaat. De gekste dingen en ik zit altijd thuis. Ik zit altijd thuis. Je hebt altijd een feestje en komt dan niet naar huis. Komt dan niet naar huis. Dat begint me nu echt heerlijk te vervelen. Nee, ik laat me nu niet langer meer bevelen. De slingers hang ik buiten, het zonnetje dat lacht. Dit had je zeker niet van mij verwacht. Heb je kwabbels, dan is daar voor jou de deur.
is het. Heb je babbels, dan is daar voor jou de deur. Heb je babbels, dan is daar voor jou de deur. Ik wil even terug aan toen je een jaar of 11 was. Toen had je al aan talent hier achter meegedaan en zo. Maar toen kwam er iets als The Young Emotions. Ja. Wat is dat? Ik ging naar de MAVO. Het was in Rijswijk. Ik ben in Den Haag geboren. Ik ging in Rijswijk naar de MAVO. En er was een... Ik was ook altijd nog, dat ik overal een beetje tegenaan stampte en zo, dat vond ik altijd heel erg leuk. Ik had altijd wel een tegenwoord en op een gegeven moment, we kregen gewoon muziekles natuurlijk op school. En toen was er een keer in de aula, ik zat net op school daar en daar scheen dus een koor te zijn. En daar liep ik dan heel stoer langs met de rest van de meute die ook heel stoer langs liepen. En kijk, daar hebben ze me zitten. Het koortje. Lachwekkend, want het was lachen. Was en niet stoer. Nee, zongen kerkliedjes en musical liedjes. En dan was het gewoon, kijk, die nou zitten. Maar het trok toch wel, weet je. Ik vond het toch wel heel leuk. Want grappig is dat je op 15-jarige leeftijd, ik bedoel, dan ga je aan musicals meedoen. Ja, ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk door het schoolkoor gekomen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En wij hadden dus ook echt een hele leuke muziekjuf. Die we mochten er ook bij de voornaam noemen, Annette. Ik zal het nooit meer vergeten, Annette Zakman. En Annette was echt iemand die de kinderen echt wist te inspireren. Die gaf dansles in de klas en nam allerlei instrumenten mee naar school. En ja, het zingen, dat vond ik toch wel het allerleukste. En daar heb ik echt heel veel, heel veel mooie herinneringen aan. Sinds kort ben ik alleen. Meer om me heen. Ik ben weer vogelvrij. Oh mijn god, wat ben ik blij. Dat eeuwige gezeur wordt op den duur een sleur. Ze zetten je in huis met de poetsdoek en fornuis. Maar dat is nu voorbij. Geen mannen meer voor mij. Ze lopen voortaan hier het deurtje lekker maar voorbij. Er is geen man die blind is te vertrouwen. Want wat ze zeggen dat gespeeld. Wij zijn een prooi, dus hou ze weg van vrouwen. Zij zijn de jagers en wij zijn het wild. Ze gaan hun gang en doen maar wat. In elke stad een andere schat. Dus pas maar op, geef ze geen kans. Als je ze dan zegt, waar moet je dan naartoe? Nou, dan krijg je een gedoe. Dan gaan ze naar de kroeg en vaak tot 's morgens vroeg. Wat heb je daar nou aan? Laat ze lekker buiten staan. Maar dat is nu voorbij, geen mannen meer voor mij. Ze lopen voortaan hier het deurtje lekker maar voorbij. Er is geen man die blind is te vertrouwen. Want wat ze zeggen, dat is waar. Dus hou ze weg van vrouwen. Zij zijn de jagers en wij zijn het wild. Ze gaan hun gang en doen maar wat. In elke stad een ander.
De eerste musical waarin je, zeg maar, acteerde. Ja. Want dat is een musical. Ja. Was dat op school? Ja. Ja. Welke musical was dat toen? We hebben Sound of Music gedaan, My Fair Lady. En wie speelde Oklahoma. Jij? Oklahoma. Ja, ik mocht altijd wel een hoofdrolletje spelen. Ik heb bijvoorbeeld ook, ja, dat vond ik geweldig. Eliza Doolittle. Dat vond ik zo leuk. En dan kreeg je The Rain in Spain, steeds mainly in the plane. En dan zo op z'n lekker heel plat, weet je wel. Dus we gingen natuurlijk eerst met z'n allen kijken naar die musical. En dat was dan vaak bij Annette thuis. En dan werd er een heel limonade, chips. En je kent het wel, met allemaal meiden onder elkaar. Gieren, lachen en brullen. Maar ja, het is wel heel grappig dat je juist al die, ook die oudere films en zo. Ja, dat gingen wij gewoon, dat zaten met heel veel genot te kijken. Terwijl je dat toch anders niet zou doen. En ja, en dan op een feestje komen bijvoorbeeld. Dan speelt er een bandje en ik in mijn gedachten, dan werd er gevraagd van, Jootje die kan lekker zingen hoor, ga maar een liedje zingen. En dan stond ik daar, ja, normaal gesproken, en dan pakte hij een leuk liedje. En dan zei ik van, kunnen jullie ook een liedje van Eliza Doolittle, weet je wel. Nou, dat was natuurlijk gelachen, gieren, brullen. Die mensen dachten, zei ik, oh, maakt niet uit, dat doe ik wel even uit mijn hoofd. En dan ging ik daar staan en dan had ik, af en toe dacht ik wel eens van, nou, dat ik dat op dat moment gedurfd heb. Want ja, als kind ken je gewoon geen gêne. Niet als je ermee opgroeit. Daarom denk ik wel eens van nu, al die jonge lui die aan die programma's meedoen, dat je dan hoort van, oh, wij zijn ontzettend zenuwachtig, of moeten heel vaak naar de wc. Dat heb ik niet. Was jij een dromer? Ja, nog. Ik kan heel erg met mijn hoofd in de wolken lopen. Maar mijn hoofd zit ook altijd vol met ideeën. En dat spookt, ja, dat gaat bij mij heel de dag door. En dat heeft mijn partner wel eens, dat hij wel eens zegt van, schakel dat systeem boven nou eens even uit. Dat heb ik wel heel sterk, ja. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je sigaretten als knoei jij voortaan de haren niet bij mij. We gaan ook niet meer samen eten. Ik kan van nu af aan vergeten hoe jij mij vroeger hebt gekust. Ik heb nu eindelijk mijn rust. Laat naar leugens zoekend voor mij staat. Je lachen en je harde stap hoor ik nu niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren en ik niet nachtenlang te luisteren. Het bed is wel wat groot voor mij, maar zelfs daar ben ik nu vrij. Baby!
einde van het bed bij de verwarming neergezet. Kun jij nog herinneren wanneer je je eerste single maakte? Wow, single in de zin van een echte single. Een plaatje. Oh, wat erg. Oh, dan moet ik echt gaan graven. Mm-hmm. Dan zit ik ineens te denken. Dat was in de tijd met Peter de Wijn. En Peter de Wijn had toen, dat was toen net met Gerard Joling, die had... Shangri-La en zo, al die grote hits heeft hij toen gedaan. En toen heb ik een Engelstalig liedje opgenomen met hem. Maar ik weet eigenlijk niet meer hoe die heette. Erg, hè? Heeft ook niks gedaan, het liedje? Nee. Hij is wel gespeeld, wel gedraaid, weet je wel. Maar niet zoals je natuurlijk graag zou willen. Was dat in de tijd dat je veel in Duitsland en in Spanje optrad? Dat hebben we daarna gedaan. Dat was daarna. Ik was toen een jaar of 19, 20 volgens mij. Ja. Daarna heb ik heel veel voor de Duitse luchtmacht gedaan. En dat was wel heel erg leuk. Maar ook op een gegeven moment was het vliegtuig in, vliegtuig uit. En je kwam overal en in van die chique hotels. En op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van dat ik dacht bij mezelf van... Belde ik naar mijn moeder, zeg maar, heb je lekker even een prakkie of zo? Terwijl ik ben helemaal geen prakkies mens, weet je wel. Ik ben echt van, ik hou van rijst en dat soort dingen. Ik ben helemaal van liflafjes, maar op een gegeven moment heb je dat allemaal gehad. En dan had ik zoiets van, doe maar lekker een prakkie aardappels met bloemkool. Een beetje zuur erbij, balletje gehakt. Ja. En dan heb je zoiets van, ja, dat zou toch ook niet, dat is ook niet de ideale manier van leven. Je hebt het over je moeder. Ja. Leeft die nog? Ja, alle twee mijn ouders leven nog, ja. Je hebt ook broers en zussen? Ik heb een zus, die is 5,5 jaar jonger dan dat ik ben. Die heeft ook een tweeling, twee meiden van 15. En die is ook zo muzikaal? Ja, het is wel heel grappig, want als je dat nou zou zeggen waar mijn vader bij zit, die zegt dan altijd van, dat heeft ze van mij, weet je wel. Maar mijn moeder, die liep altijd vroeger door het huis te blaren. En die zong echt liedjes van zangeres zonder naam. En dat vond ik altijd heel erg. Vond ik helemaal niet leuk. Maar dat komt ook als je jong bent. Tegenwoordig is dat wel, hè? Als je levensliedjes en zo. Maar je kan op het moment als je zo jong bent, kan je eigenlijk daar niet in vinden. En dat is wel iets wat ik nu op deze leeftijd heb, dat ik als je ergens over zingt, komt het ook binnen, omdat je het meegemaakt hebt of mensen om je heen iets meegemaakt hebben. En daarom vind ik het altijd heel vervelend als hele jonge mensen van die hele diepzinnige liefdesliedjes. Omdat ik denk van ja, weet je, vaak mensen weten gewoon niet waar ze het over hebben. Mensen, kom binnen, we gaan beginnen. Laat je gaan, want het mag. Het dak gaat eraf. Het dak gaat eraf. Laten we juichen, laten we springen, laten we zingen. Olé. Hey. En we vieren een feest dat toch nooit is geweest. We gaan voor goud. We zijn vrolijk en blij. Een familie zijn wij. Dat zijn wij. Feestende mensen, ja het zijn er vele. Leven we lollig, wat kan ons het schelen? En we zingen. Hela, hola, spring! Het dak gaat eraf. Zo af en toe moet je er tijd voor maken. Het dak gaat eraf. Kom wat naar voren, laat je eens horen. Zing met mij lekker mee. Het dak gaat eraf. Het dak gaat eraf. En wil je het goed doen, hef dan je arm in de lucht en zwaai mee. Hey. Ja, we zwaaien van links en naar rechts.
dak gaat eraan. En als je soms denkt dat de avond heel donker is, nou dan heb je het mis. Want voor je het weet is het alweer heel laat. En we zingen hela hola spring. Het dak gaat er. Veel contact met je ouders en met je zus? Ja, ja. Ja, nee, mijn zus woont en mijn ouders alle twee die wonen in Brabant. En mijn dochter ook, die woont ook in Brabant. Want je hebt een ongelooflijke mooie dochter. Ja, niet alleen mooi van buiten, maar ook heel mooi van binnen. Hoe oud is ze nu? Ik ben super, super trots op haar. Danique. En hoe oud is ze? Het is 22, ze wordt 23 jaar. Geen zangeres? Nee, ze heeft altijd heel veel gedanst. Ze had wel heel veel problemen met de rug. Dus, maar dat is nu echt een horecabeest. Werkt in een heel mooi hotel. En gaat binnenkort... ja, ze doet allerlei opleidingen. En nu gaat ze in het hotel gaat ze trouwfeesten organiseren. Dus ja, ik ben super trots op haar. Over trouwfeesten gesproken? Ja, ik heb een hele lief jongen ontmoet. En dat was liefde op het eerste gezicht. Bij Bolle Jan. Bij Bolle Jan, ja, absoluut. Ja. Je gaat trouwen? Ik ben gewoon super verliefd. Over verliefdheid gesproken, je bent meer dan 20 jaar weer getrouwd geweest. Ja, zeker. Ja, meer dan 20 jaar. En zo in één keer uit elkaar en... Nou ja, dat gaat natuurlijk suggestieflijk. Ik bedoel, dat gaat niet opeens. Alleen is het zo dat mensen... zaag ons natuurlijk ook altijd gewoon samen. En dat was iedereen ook gewend. En op het moment dat je dan uit elkaar gaat... Ja, je laat niet aan mensen merken van er is wat of wat dan ook. Op een gegeven moment dan is de koek gewoon op. Hoe lang ben je getrouwd geweest? 27 jaar bij elkaar dus. Ja. En niet op een leuke manier uit elkaar gegaan? Of? In eerste instantie niet natuurlijk. Dat is, als je uit elkaar gaat is nooit leuk. En dan heeft de een heeft dit en de ander heeft dat. Maar nu... gaat het eigenlijk heel erg goed. Het gaat super. En de relatie tussen... Ik vind, ja, voor ons is toch... Onze dochter is het allerbelangrijkste. En ja, die vindt het geweldig dat wij gewoon zo leuk nog met elkaar omgaan. En Mike, mijn vriend dan... Ja, die kan het heel goed met hem vinden. En hij ook. Dus die komt hem. Op je bruiloft? Sterker nog. We hebben de kerst met elkaar gevierd. Met onze kinderen erbij. En... zelfs bij mijn ouders thuis. Dus zo kan het ook. En dat is echt de beste manier om dat op die manier op te lossen.
heb jou zo gemist. Ik zweef weg als in een droom en ik laat me even gaan. Geef me over aan de sterren en de maan. Ik ben helemaal weer in de wolken. Alleen een kus en alles staat in vuur en vlam. Door jou ben ik opeens weer. Ik maak even een stapje terug naar 2004. Je doet mee aan een ster in 40 dagen. Ja. Is dat gelukt toen? Nou ja, weet je, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je met je kop op tv komt, gaat de telefoon wel rinkelen. het klinkt heel banaal, maar het is gewoon zo. En wat je dan ook doet ook, tegenwoordig heb je ook allemaal van die rare spelletjes op tv, dat je denkt bij jezelf, je wordt er wel eens voor gebeld, omdat je dan al een keer op tv bent geweest. Van, nou, wil je dat en dat? En denk ik van, ja, weet je, als het leuk is, prima. Maar je wordt voor de raarste dingen word je gebeld. En dan heb ik zoiets van, nou, voor mij hoeft dat gewoon niet. Over rare dingen gesproken. Ja. Op een gegeven moment word je gevraagd door het ministerie om naar Afghanistan te komen voor de militairen. Ja, ik besloot gewoon om dat gewoon te doen. En mijn ouders waren er helemaal niet blij mee. Maar wat ging je doen in Afghanistan? Zingen. Ja, voor de militairen daar optreden. En ik heb genoten. Het was ook voor mij een uitje. Ja, het klinkt heel raar, maar... Je zat er in een zandbak. Ja, maar ook omdat je gewoon continu ook met die mensen in gesprek bent. En ja... Om het mee te maken, om te zien wat er daadwerkelijk allemaal gebeurt. En hoe de militairen daar op hun manier, de mensen daar ook die het nodig hadden, daar hielpen. Ja. En dan nu eigenlijk achteraf dat je denkt, ja, het is er, wat heb ik voor nut gehad? In datzelfde jaar, 2010, dat je naar Afghanistan werd gevraagd en daar naartoe ging, maakte je ook je eerste album. Ja. Wat voor herinneringen heb je daar aan? Het was een album wat ik bij Berk Music heb gemaakt. En ik ben daar heel hartelijk ontvangen bij Berk. Ik heb enorm veel zelf mogen bepalen van A3. Dat was echt top. Ik heb bij Hans Albers hebben we alles opgenomen. Super. Eigenlijk alleen maar hele goede... Ja, goede dingen eigenlijk. Ik heb, maar het was toch wel een heel variëteit van liedjes tot, een beetje, toch wel ook een beetje tegen de poppy. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Maar toch ook hele mooie rustige stukken. En ook liedjes die ik zelf geschreven heb, dat Hans op een gegeven moment zei van, ik schrijf alleen maar eigenlijk Engelstalige liedjes. Ik heb nog nooit van mijn leven een Nederlandstalig liedje geschreven. Ik zei, nou, weet je, ik ga de muziek voor je maken en... Jij maakt er een tekst op. Ik weet dat je het kan. Nou ja, en dan... ik ben thuis gaan zitten. Ik heb de muziek geluisterd. En binnen een half uur had ik een stuk. En ik heb, ooit nog gezongen bij de Toppers. Bij Brabant Toppers. Jou nog wel bekend. Was echt... dat was gewoon een liedje wat gewoon... voor mij heel veel betekenis had... Na de hand pas, omdat het kwam eigenlijk zo in me op, die tekst. Maar
een hele goede, inmiddels was dat een hele goede kennis geworden. Ja, die man die was overleden. Fan, een hele grote fan. Altijd naar mijn optredens kwam. En ja, toen hebben ze daar dat liedje gedraaid. En vanaf die tijd ben ik daar helemaal niet meer prettig om het te zingen. Ik bedoel, dan besluit je huis en haar te verlaten, scheiding. Maar je stopt feitelijk ook, voor de kijkers met name, met zingen. Zo lijkt het. Ja, zo lijkt het. Nou ja, het is ook, het is, ik ben niet gestopt met zingen. Maar ik vind het heel fijn dat ik het ook gewoon nu kan uitleggen. Omdat heel veel mensen denken, weet je, het is vaak ook zo bij de mensen uit de muziek. En dat weet jij net zo goed ook. Als ze je niet meer zien op tv of je brengt geen plaatje meer uit, dan ben je van aardbodem verdwenen. En ik heb een hele goede reden. Ik heb Mike ontmoet en Mike heeft twee kinderen.
Eén van bijna 6 nu, één van bijna 5. En sowieso de jongste die ging, Mike werkte gewoon hele dagen. En de jongste ging eigenlijk vaak van hot naar her. Dus het was even een dagje bij oom en dan een dagje bij zus. En dan was het een dagje naar de opvang en een dagje nog naar de moeder. Dat ik op een gegeven moment tegen Mike ook zei, nou, het kind heeft stabiliteit nodig. En toen heb ik besloten om, in plaats van, ik werkte toen ook gewoon nog elke dag. Dan heb ik gezegd van, nou, dan ga ik om de week, want die jongste kwam om de week bij ons. Nou, dan ga ik om de week ga ik stoppen met werken. En dan wil wat ik gewoon volledig thuis. Voor werk? Ik deed in de catering en heel veel werk achter de bar ook voor de catering. Nou, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. En s'avonds deed ik gewoon optreden. Maar ja, toen was ik alleen, dus dat ging natuurlijk hartstikke makkelijk. Maar nu krijg je dan eentje twee kinderen mee. Ja, en de oudste is ook bij ons komen wonen. Dus wij hebben nu gewoon de 24 uur zorg over... Over de kleine. Want een van de twee kinderen van je aanstaande man, die is ook nog meervoudig gehandicapt, heb ik begrepen. Ja, verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Extra zorg. Ja, maar weet je, het is een keuze die je maakt. En het is waanzinnig leuk om op het podium te staan. En ik vind het, ik kan er ontzettend mijn ei in kwijt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik mis het ook. Maar de liefde die je van zo'n kind krijgt, want dat is, de zorg is heel zwaar. Kijk, de jongste, die gaat met de flow mee, weet je wel. Dat is, ik bedoel, je hebt zelf een dochter, je weet precies hoe dat gaat. En de oudste is, dat is natuurlijk heel bewerkelijk. Want je moet veel dingen altijd voor hem meenemen. Je moet overal tegelijkertijd aan denken. Maar je krijgt zo ontzettend veel liefde. En dat is gewoon veel belangrijker. En ik heb gewoon gezegd van, we gaan het op die manier gaan we dat gewoon doen. Totdat er een moment komt. En dat hopen we nu binnenkort dat Mike gewoon wat minder kan gaan werken. Zodat we het gezamenlijk kunnen doen. En ik weer ook lekker mijn dingen op kan pakken. Omdat je dat ook nodig hebt. Dat is voor mij hetzelfde dat ik bijvoorbeeld lekker weer elke dag weer kan sporten. Ik ben weer flink aangekomen. En ik wil gewoon weer lekker ook in een ritme komen. En ik heb nu op dit moment geen ritme in mijn leven. Ik ben 's morgens vroeg ben ik op en ik ben met kinderen bezig en ik ben aan het poetsen. En weet je, het is, je hebt er gewoon mensen. Je hebt er eigenlijk gewoon compleet een. Het is een dubbele baan eigenlijk. Maar ik doe het met zoveel liefde dat. Maar op een gegeven moment moet je dat. Je moet bepaalde dingen ook los gaan laten. En dat vind ik ook heel moeilijk. Maar het moet wel. Want anders. Ja, en. Ja, het is soms heel moeilijk om uit te leggen hoe dat... En omdat je... ik vind het gewoon fijn ook nu, in het gesprek met jou, dat ik het gewoon kan uitleggen, ook aan de mensen. Omdat niet heel veel mensen het begrijpen. Staat koud, echter jij bent er nog niet. Dit is echt niet de eerste keer. Jij hebt veel te doen, of niet? Toch wil ik dat je weet hoe het vreet als ik weer moet wachten. Ik wil een vent, geen one night stand, één die echt wat om me geeft. Ik wil lachen en huilen.
repeteren. Ja. En zingen, of liever gezegd, om te zingen moet je repeteren. Ja. Dat doe je veel. Ja, ja, ja. En dat doe ik... En doe je thuis? Nou, af en toe zing ik thuis wel eens een liedje. Maar weet je, het is zo leuk om het bij ome Jan te doen. En, nou, ome Jan, dat is trouwens de man van Angelique. Die me net mijn haar gedaan heeft. Ome Jan, dat is een geweldige man. Ome Jan en Liek, die hebben mij ook opgevangen eigenlijk. Grotendeels. Zeg maar ook na mijn scheiding. En dat zijn mensen die zitten me in mijn hart. Ik zou je vertellen, we hebben ome Jan gebeld. En die staat nu op ons te wachten. Oh. En daar gaan we nu naartoe. Stiekem met. Leuk. Zeg eens zomaar wat verward. Jij en ik, doe de deur maar open van je hart. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn. Geloof in het wonder van met jou zijn. Ik ben zo blij dat ik jou heb ontmoet. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn. Geloof in het wonder van met jou zijn. Hou me vast, hou me vast. Laat me nooit meer alleen. Hou me vast, hou me vast. Ik wil nooit meer. Ben jij zonder woorden, zonder geluid? Kijk mij alleen maar aan. In één seconde, voor altijd. Ik laat je nooit meer gaan. Hou me vast, hou me vast. Laat me nooit meer. Jolanda, nou zijn we net naar de kapper geweest en ik weet niet wat jij ondertussen hebt gedaan, maar het zit toch anders, laat ik het zo zeggen. Hey, waar zijn we hier? Ja, we zijn in de loods bij mijn eigen ome Jan. En ome Jan is mijn geluidsman. En eigenlijk bij heel Nederland bekend als John Hill Entertainment. En ome Jan is eigenlijk een beetje mijn beste vriendje. We gaan samen altijd heel vaak op pad. Dan rijd ik altijd gezellig met hem mee naar de optredens. Maar buiten dat is ome Jan mijn steun en toeverlaat. En psychologisch begeleider en dergelijke, je weet het wel. En dit is dus ome Jan? Ja, helaas. Ik ben ome Jan. Ja. Voor heel veel mensen ben ik ome Jan. Maar waarom helaas? Ja, heel veel mensen die hebben mij ome Jan genoemd. En zeker in Brabant ben ik echt bekend onder de land. Klinkt toch gezellig? Ja, hartstikke gezellig. Ik kom er graag met Jolanda, laat ik zo zeggen. Ome Jan, dan noem ik je ook maar zo. Hè. Ja. Je doet het geluid voor onder meer Jolanda Zomer. Ja. Wat is dat voor iemand?
meest gezellige vrouwen om in de auto mee te hebben en dergelijke. En als we dan weer op een feest zijn en ze kennen helemaal los, dan is het gewoon feest, feest, feest. En dat is Jolande Zomer. They won't even deny, have no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it, and undress it. They won't leave in the night. Have no fear that they might desert me. I don't need love. Wat moet er, want Jolande heeft al lang geen plaat meer gemaakt. Nee. Wat moet er gebeuren, denk je? Ik denk dat ze TZT, als ze daar weer aan toe, ze is weer gezetteld, ze is weer op rust gekomen. Ze heeft de thuisbasis weer in orde. Ik ken niet meer als ondersteuner erin, maar ik zou als Hava zou ik een Engelstalige plaat gaan maken en dan weer een fantastisch mooi Nederlands album ook erbij. Maar goed, in principe, we doen het door beide in het land. Dus dat gaat zo leuk. Zo dikke kippenvel in mijn nek. Land in de tropen, jouw hemel die brandt. Zoals mijn hart naar jou smaakt. Het is nu echt voorbij, dat vergeet jou nooit meer. En de liefde die jij hebt gebracht. Hoog op de Kilimanjaro, daar ligt ook zomers nog sneeuw. En die van binnen, daar voel ik de pijn. Het doet altijd nog zin. Ik mis jou zo. Als je terugkijkt, waar word je dan het meest gelukkig van? Ik heb gewoon drie fantastische mooie kinderen. En dat maakt me het allergelukkigst. En als we, of in ieder geval als jij vooruitkijkt. Ja. Wat gaan wij, en met name de kijkers. Ja. En de rest van het Nederlandse volk nog mogen beleven aan Jolande Zomer? Kortom, je toekomstplannen? Als, dan heet ik inmiddels Jolanda Schrijver. Maar ja, voor de muziek blijf ik natuurlijk gewoon Jolande Zomer. En dan hoop ik op het persoonlijke vlak dat ik... dat we nog heel lang samen heel gelukkig mogen zijn. In bijzijn van drie kinderen. En dat de oudste, dat het gewoon helemaal perfect gaat. Dat ze de operaties allemaal goed doorstaat nog. En hetgeen wat ons nog te wachten staat. En dat we het echt met z'n tweeën kunnen en mogen doen. En ik hoop dat ik in de toekomst gewoon weer... ook lekker muziek kan gaan maken. En, want dat is ook een uitlaatklep voor mij. En, maar wel op mijn manier. Plaatjes maken? CD's? Ja. Dus we zijn voorlopig nog niet van Jolande Zomer? Nee, sowieso niet. Zijn we af? Nee. Gezellig met elkaar, allemaal naar de tent toe. Tot diep in de nacht bouwen wij een feest. Zo eng die er dus never nooit nog is geweest. Dansen tot het licht wordt. Lekker dansen tot het licht wordt. Kom in de tent, kom in de tent. Daar speelt een heen. Kom in de tent, kom in de tent. Daar speelt een hele
bent.